Er was eens een afgrijzelijke reus. Met een onwaarschijnlijk grote neus. En die afgrijzelijk grote reus met die afgrijzelijk grote neus, die rook al van in de verte de kleinste kindjes. Wat ruik ik daar? Ik ruik de kleinste kindjes. Ja, grote kinderen rook hij niet. Kleine kinderen rook hij ook niet. Rook alleen de kleinste kindjes. Hij snuffelde ze op. Hij kroop er stilletjes naartoe. Boom, 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 boom. Want echt stil kon hij niet zijn, natuurlijk. Het was tenslotte een reus. Die reus. Die kleinste kindjes, die verstopten zich achter de kleinste boompjes. Wat niet slim was, hadden zich veel beter verstopt achter een grote boom. Maar nee, ze verstopten zich achter de kleinste boompjes. Dus hoe dichter de reus kwam, hoe meer hij ze rook. En tenslotte zag hij ze ook. Met zijn ogen. Oh, hij zag ze met zijn ogen. Hij zag ze dus niet met zijn oren of met zijn ellebogen. Nee, hij zag ze met zijn ogen. Inderdaad. Hij ging er naartoe. En met zijn geweldige klauwen. Echt, handen waren het niet. Nee, want daar waren de nagels te lang voor. Het waren meer klauwen. Nam hij zo'n klein kindje dan bij zijn schabernak. Volgens mij is de schabernak hier ergens. Wacht ze. De schabernak is volgens mij is de schabernak hier zo ter hoogte van de. Dus hij nam die kleine kindjes dan bij de schabernak. En die kleine kindjes die zeiden dan: hé, hey, dat grote reus, je hebt me wel bij een schabernak, hè, vriend. Dat mag je niet doen, hè. Oh nee, dat is niet leuk hoor, als iemand bij me met een schabernak heeft. En dan moest de reus zo hard lachen met dat stemmetje van dat klein kindje. Maar toen herinnerde hij zich plots dat hij honger had op zijn buik. Vreselijke honger. Ik wil kleine kindjes opeten. Hij had dus honger. De reus. En hij had nog altijd dat klein kindje vast als een schabernak. Niet te vergeten, dat hing daar nog altijd, hè. Er was niks tegen te beginnen. Dus de ouders van die kleine kindjes, die gingen dan zo met rieken. Rieken, dat zijn gigantische vorken eigenlijk. Hè. Die staken dan in dat been van die reus of zo. Tussen zijn nagel en zijn teen. Zo daartussen met zo'n rieken. Dan ze, met zo'n hefboom die de nagel pijn doet. De reus bewoog niet. De reus vond het allemaal niet erg. Of bijvoorbeeld deden ze dan zo hars op zijn scheenbeen. En dan trokken ze als een beenhaar eraf in één keer. Zo, dat is zo'n heel voetbalveld vol beenhaar van de reus. Maar de reus vond het allemaal niet erg. Hij had tenslotte honger en hij had een kietje vast. En dan gaat hij wekken en wij dat opeten. Dus de reus vond dat allemaal niet zo erg. Was niks tegen te beginnen. De reus ging al de kleine kindjes opeten. En begon het leger. Het leger begon met raketten. Echt inslag na inslag. Maar boem, hij deed altijd met zijn dikke buik. Boem, boem, deed hij die raketten terug. Weg. Al die raketten die vlogen terug naar het leger. En boem, de tanks en de kanonnen en de majoren en de officieren. De generaals, de maarschalken, de vlag, de mineur. Nee, dus iedereen ging er gewoon aan. Iedereen met zijn eigen wapens werden ze verslagen in het leger. Dus het leger werd maar leuger en leuger en leuger en leuger. Dat was niet leuk. Dat was niet leuk. Er was niks tegen te beginnen. Wat moesten ze nu doen? Wat moesten ze nu doen? Tot er op een gegeven moment een kleine held, hij heette Tijn,
Die probeerde ook iets. En die gooide met het eerste wat hij te pakken kreeg, gooide hij naar de reus. Met het eerste wat hij te pakken kreeg. En dat was toevallig een toiletrol. Hij gooide die toiletrol naar de reus en de reus... De reus begon te huilen. Hij heeft met een toiletrol tegen mij gegooid. En huilend sloop hij weg. Boom, 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 boom. En ze hebben hem nooit meer teruggezien. En sindsdien, lieve kinderen, is het belangrijk om altijd genoeg toiletrollen in huis te hebben. Je weet maar nooit dat er plots een reus komt snuffelen aan uw raam.